WB Automation is een bedrijf dat alles maakt wat nog niet bestaat. Wij bouwen dat zowel voor in de food als in de non-food. Ja, eigenlijk speciaal machines in de breedste zin van het woord. Daar gebruiken wij robots bij, maar niet per se een robot. Kan ook een pick-and-place zijn, maar in ieder geval altijd bewegende delen. Als Westerwolde Nederlof springen wij in op de ontwikkelingen die wij zien. Wat wij heel veel zien is dat aannemers worstelen met hun hoeveelheid personeel. Dat merken wij zelf natuurlijk ook, dat de handjes worden gewoon minder in de bouw. En wat men op dit moment doet, dat is men reserveert of men koopt eigenlijk tijd. Tijd die ze op de bouw niet meer hebben, die besteden ze eigenlijk nu bij Westerwolde Nederlof bij ons uit of bij de andere timmerfabrieken. Daar springen wij op in door middel van wanden met in dit geval steenstrippen. En dat hebben we samen met WB Automation opgepakt om dat handmatige werk wat we hier deden, om dat te verdrievoudigen qua snelheid. Want tenslotte zit daar onze tijdwinst. Een aantal maanden geleden werd ik benaderd door de firma Westerveld en Nederlof om een robotinstallatie te bedenken die steenstrips plakt op muren. Nou, dat project dat zijn wij met Westerveld Nederlof aangegaan en daar hebben wij veel gebruik gemaakt van de drop 3D printer. En tijdens het project kwamen we erachter dat de lijmleverancier de lijm niet in vaten kon leveren, maar in tubes leverde. Dus toen moest het hele ontwerp op kop om toch die tubes opgelegd te krijgen. Er waren twee dingen die wij moesten ontwikkelen. Dat was een tunnel waar de kitpatronen in opgesloten werden, maar wel van de buitenkant gevuld konden worden. Daar hebben wij, ik denk wel 20 van deze jongens voor geprint. Om te kijken van wat past wel, wat past niet, hoe kunnen we dit het beste doen. En dit resulteert eigenlijk in dit soort onderdelen en die worden nu gewoon in de productie gebruikt. De onderdelen die wij 3D printen is niet alleen voor kijken of de onderdelen passen of niet passen, maar we gebruiken de onderdelen ook in onze machines. Voor de steentjes die we moeten plakken, een zuignap ontwikkeld die eigenlijk niet standaard is. Ik bedoel niet standaard met de afmetingen niet standaard. Maar een zuignap, op het moment dat ik steentjes ga plakken, kan ik een zuignap niet groter maken dan een steentje zelf. Dus bij mijn leveranciers kon ik of een heel kleintje krijgen of een hele grote, maar daartussenin was er niks. Dus toen zijn we zelf aan het ontwikkelen gegaan en we hebben daarvoor deze eigenlijk ontwikkeld. Die kunnen we gebruiken samen met een kussentje ervoor. En met een vacuüminjector die we hier gewoon inmaken. En daar kunnen we onze steentjes mee pakken. En die voldoet precies aan de eisen, dezelfde hoogte van de steen. Het is inmiddels in bedrijf, dus het heeft gewoon bewezen dat het functioneert allemaal. En dat ook de 3D geprinte onderdelen gewoon voldoen aan alle eisen die wij stellen aan de onderdelen. Op het moment dat wij een project verkocht hebben, dan gaan wij beginnen met de engineering. De engineering doen wij allemaal in SolidWorks. SolidWorks, een 3D tekenprogramma, kunnen we goed zien waar dingen zitten en waar dingen niet zitten. Of het past of niet past. De drop 3D printer gebruiken we om onderdeeltjes te maken, prototypes, kijken of dingen goed zitten met de producten van de klanten. Voordeel van die drop printer is dat hij twee nozzels heeft. De aandrijving van je filament dicht bij de nozzel zit. Daardoor kunnen we ook flexibele materialen gebruiken. Een gesloten kast is eigenlijk wel handig als je ABS en dat soort dingen gaat printen. De printer is voorzien van een smart module, dus we kunnen op afstand kunnen we hem aan- en uitzetten. We kunnen zien wat hij aan het doen is. We kunnen gewoon in de gaten houden. Als die s'avonds klaar is, krijgen we een mailtje en dan kan ik even hierin komen om een nieuw onderdeel aan te zetten. Op dit moment is het zo dat de eerste paar weken was het nog een beetje proberen. Maar nu merken wij ook gewoon dat die robot echt goed zijn werk doet. En het helpt ons enorm om die leverdruk die wij eigenlijk altijd wel voelen, om die op deze manier aan te kunnen. De verwachting is ook dat dit in 2018 ook echt een vlucht gaat nemen. De vraag is al groot uit de markt. En de 2.0-versie zal daar ook een grote bijdrage in gaan krijgen.